Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 Podcast van nummers.nl. Mijn naam is Johan Voets en net zoals altijd heb ik ook hier nu weer bij me, Marjolein. Hallo. Hey, hallo Marjolein. Zo, ben je al een beetje toe aan vakantie? Van de Formule 1 bedoel je? Ja, Formule 1 vakantie. Ik ben nooit toe aan Formule 1 vakantie. Nee, ik heb zo de ekel aan off-season. Het einde nadert. Ik vind dat zo jammer. Ik heb dat, ja, ik heb dat al heel lang. Nou, nou, balen wij ervan, maar moet je je voorstellen dat je Daniel Ricciardo bent? En, en dat je dit zeg maar, aankomend weekend je honderdste race voor Red Bull gaat rijden, en dat het dan ook gelijk afgelopen is? Ja, dat is de laatste race in een prijswinnende auto voor <laughs> Het was een mooie tijd. Hey, uh, we, we doen een updateje. Um, er is namelijk altijd wel weer nieuws tussen de races door. Uh, roddels en andere feitjes die we leuk vinden om naar boven te trekken. Mm -hmm. um, wat mij opvalt, is, uh, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar even het thema vakantie te blijven. Mm -hmm. Volgens mij is uh, Lewis Hamilton al op vakantie gegaan. Wat denk jij? Na de afgelopen race bedoel ja? je? Ja, dat uh, je klaar is. Nou, ik heb zo'n vermoeden. Uh, wat is de aanleiding? Kans is groot dat hij uh, dit weekend in Abu Dhabi uh, nog wat gridsstraffen gaat pakken. Mm -hmm. Omdat zijn motor het uh, echt zou hebben begeven, bijna in uh, Brazilië. Mm -hmm. Na eigen zeggen heeft uh, uh, onze topzanger, Annex Entertainer, uh, maar liefst tien ronden lang lopen schreeuwen naar zijn auto. Ik denk dat het wel zingen <laughs> is in zijn geval. Uh, om de motor heel te laten. En waarschijnlijk pakt hij dit weekend uh, een gidstraf, Omdat hij geen risico wil nemen. En uh, hij heeft nog wel een alternatief. Hij zou eventueel nog een motor uit de poel kunnen herbruiken. Mm -hmm. Maar het risico is natuurlijk dan, dan ook dat hij caduc gaat. Dat is natuurlijk een oude motor. Dus je weet natuurlijk nooit of dat uh, een alternatief is, zeg maar. Maar jij zegt als hij, als hij al vroegtijdig met vakantie zou willen gaan, dan uh, houdt hij toch gewoon zijn oude motor dan hoeft hij de reeds niet eens uit te rijden. Ja. Weet je, weet je wat het is? Ik heb zo'n vermoeden, dat het, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het, het klinkt als zo'n verkapte manier om Bottas zo'n zo overwinnetje terug te gaan geven. Ja, Pak je een ik... gridstrafje, geeft je hem een pole Dat vind ik echt zo'n ontzettende onzin. Bottas is afgelopen race 50 geworden, hè? Vijfde. Ja je had totaal niks in de brokkelen. helemaal niks. Twee Ferraris en een Red Bull voor zijn neus. Die doet voor spek en bonen mee. Als ze die een cadeautje willen geven om de race te laten winnen, dan zullen ze eerst Bottas zelf moeten opschakelen. Die kan helemaal geen race winnen. Valteri, je moet wel aan de slag deze race. Ja. Die kun je helemaal niet cadeau geven aan hem. Dat zit helemaal niet in. Nee, maar het is natuurlijk wel, het zou de manier zijn in plaats van zo'n zo'n overtake zoals ze dat hebben gedaan in Rusland dit jaar, waar Bottas zijn zijn positie gaf. De verhaal met Bottas is natuurlijk, hij heeft een paar circuits die hem Heel erg liggen. En Rusland is er daar één van, wat grappig is. Want niemand vindt het leuk om in Rusland te rijden. Volgens mij willen die coureurs allemaal zo snel mogelijk weer weg. Het is één grote dode band. En je gooit, gooit door je bende. dan sta je ook nog met Poetin op het podium. Dus, oh. Het is gewoon een nare race. En dat is zo'n beetje de enige race, die Bottas echt nou ja, kan dromen. Dus ja. da daar rijdt hij dan heel erg goed. En die had hij misschien ook eigenlijk gewoon moeten winnen. En, oh, en Als Jan uh, al dit was hem dan, jaar had hij dan ook wel mogen winnen. Ja, begin van het seizoen begon wat sterker, lekker, maar als je, als je zegt over wie is er al op vakantie, dan heb ik het idee dat Bottas al op vakantie is, <laughs> want er komt echt werkelijk waar helemaal niks meer uit. Nou ja, ik weet het ook niet. Ik, weet het ook niet. ik vind het lastig. Wat ik verrassend vind is uh, uh, voor jouw uh, Beeldvorming even het is natuurlijk wel leuk om even op een rijtje te zetten. We zijn natuurlijk aan het einde van het seizoen, mm -hmm. uh, dus we kunnen ook een lijstje opmaken van, uh, van auto's die dit seizoen uh, uh, over hun motorverbruik is geweest. Er zijn natuurlijk allerlei regels rondom het verbruik van de verschillende onderdelen. Ik uh, ga ze niet allemaal één uh, voor één opnoemen, maar heel simpel gezegd, je: je hebt een 3-3-2-2 regel. Je mag sommige elementen drie keer, andere twee keer gebruiken. Op dit moment zijn Hamilton, de Ferraris, de Force India's, de Williams-auto's, de Haas-auto's en Charles Leclerc nog binnen de limiet van de motoren en de onderdelen die ze mogen gebruiken. Wat valt jou op aan dat lijstje? Sorry, nog een keer? Het <laughs> doet het hele lijstje nog een keer af voor je? Oh. Ik word alleen Charles Leclerc. Oh, dat is, dat is typisch dat je daar blijft hangen. Ja. Ja, is, toch iets. ja goed. Misschien moeten we het daar even na de uitzending even over hebben. Nee, helemaal niet. Op maar. dit moment, ga ik ga het nog een keer doen. Of voor de luisteraars, schrijf vooral mee. Hamilton, Lewis Hamilton, je kent hem. Ja. De beide Ferraris, de beide Force India's, de beide Williamson, beide beide Haasauto's en Charles Leclerc. Zijn nog binnen hun limiet. Ah, van Ja, te daar, daarom bleef ontdelen. het hangen. Dat was de enige naam van de coureur. <laughs> nee, helemaal ja. te aan het begin. Ja. Ja, Oké. Okay. Nou ja, goed. Wat valt op aan het lijstje? Uh, ja. ge Geen Renault-motoren. Dat is heel scherp, maar nog veel belangrijker. Uh, okay. Eigenlijk nog veel makkelijker te duiden. Het zijn allemaal Ferrari's en Mercedes-motoren. Ah, ja, nou ja. En in niets. dit lijstje, uh, uh, ook Marcus Ericsson zou nog binnen die limiet zijn gevallen, mits hij niet heel ongelukkig zijn auto ergens tegen de muur aan had geparkeerd uh, in een race En daardoor En daardoor had, heeft moeten vervangen. Ja, ja, ja. Um, dat zegt wel wat over die auto's. En, van, en vandaar ja. dat ik ook zoiets heb. Uh, Valtteri Botta staat hier overigens ook niet in. Volgens mij had dat ook te maken met een crash uh, waarbij hij zijn uh, de, wat onderdeel heeft moeten vervangen. Uh, maar dat werpt me wel een beetje de vraag op: is hij nou al gewoon verkapt, vroeg met vakantie aan het gaan, of, of wil hij dan toch? Ja, ik, weet niet, ik vind de raar statement van Hamilton. Waarom zou hij niet gewoon om zijn als... motor te vervangen? Ja. ja pff. Pff. Ik neem aan dat hij nog wel een keer het podium wil rijden. Denk je? Ja, ik huh? zou niet weten waarom die anders. Hmm. Uh... Nou goed, vraag is natuurlijk: pakt hij een gridstraf? Als hij niet wil finishen, dan kan hij beter gewoon die oude motor laten zitten. Ja, dan kan hij hem opblazen, wij zeggen. Ja. ja, dus hij uh, doet zich een probleem. Ja, iedereen weet ook: pakt hij een gridstraf, rijdt hij alsnog gewoon, natuurlijk binnen 500 terug naar de top 6. Nou, dat moet, dat moet ik dan nog wel zien. Uh, want we hebben het vorige race al over gehad. Brazilië uh, heeft hij gewonnen met een mazzeltje, uh, omdat Max eraf 40 tikt. Um, maar uh, daarvoor, als, als, als Hamilton kampioen werd, won hij daarna nooit meer een race de afgelopen Tot. seizoenen. Ja. Uh, en dat. Nou, uh, niet de volgende race gelijk? Nee, nee dus, maar de race na oh, okay. is dan weer wel, toch? Ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, het is me al vaker opgevallen dat, dat Hamilton zo gouden buiten binnen is. Iets van zijn scherpte verliest op zich ook logisch natuurlijk. En we hebben vorig jaar in Mexico gezien toen startte hij ook redelijk achteraan toen had hij zoveel moeite om in te halen. Dat kost hem zoveel moeite. Ja. Dus um, kijk van Max weten we dat is een, dat is een briljante inaukeur die, die dat doet hij hartstikke goed. Vettel die kan het ook enorm goed. Heeft hij dit jaar ook een aantal keer moeten moet bewijzen. Ja, dat is redelijk water gespind. Veel moet oefenen ja. en achteraan gekomen. Maar goed, hij rijdt dan wel altijd weer terug naar de, de top 6. Uh, zelfs Rijkonen hebben we dat... Uh, sorry, uh, niet Raikkonen, uh, Ricciardo. Hebben we dat natuurlijk een aantal keer ook uh, vanwege straffen uh, zien doen. Ja. Zij het wat langzamer. En van Hamilton, ja, ja hij is wel een goede inhaler. Maar uh, het moet wel... Maar soms gebeurt het dan net niet. Hij is de afgelopen jaren bedoel? wel heel veel op kop gereden. Hè? Dus dan, precies, precies. Een hij ja. zet misschien dat inhalen een beetje... Maar goed, we gaan het zien. Het zou leuk zijn om Hamilton weer een keer achteraan te hebben. Maar of dat betekent dat dan Bottas die race gaat winnen... dat denk ik niet, hoor. Ja, is het, dat... Ik denk dat die Ferrari's er nog wel op gebrand zijn. En, om, en misschien uh... die, twee, die twee Red Bulls ook nog wel, denk ik inderdaad. Ik hoop dat Vettel toch ook ergens nog een beetje getergd is. Alhoewel Vettel ook al een beetje op vakantie lijkt op dit moment. Maar goed, hij had problemen met zijn auto afgelopen race. Ja. Dus kunnen we niks van zeggen. Maar misschien heeft Max... Max heeft zo zo nog iets goed te maken. Dus als er een, eentje gebrand is om nog een overwinningje ja, te pakken. Ik opvallend, vind ik het wel dat in de race dat de Ferrari's en de Mercedes' aan de kant worden gereden. Ik heb het in de vorige podcast ook wel gezegd, dat ik vermoed dat het haast wel zo overkwam alsof er een probleem was bij deze auto's. Want mm -hmm. ze zijn eigenlijk het hele seizoen al onantastbaar voor Red Bull. Mm -hmm. Ze komen niet bij in de buurt. Uh, nu rijden ze ineens uh, het strand voor de ogen. Uh, in de laatste race... Uh, um, dus ik, ik, ja, in Brazilië, ik, ik, ik weet het niet. Mijn eerste reactie was ook, ze zullen wel een probleem hebben gehad. Maar ik vind het wel heel opvallend dat ze nu inderdaad allemaal naar buiten komen. Ja, we hadden echt een probleem. Hè. Nou, laten we voorop, nogmaals vooropstellen dat Max Verstappen... heeft fabelachtig gereden afgelopen race. En ondanks alle gezeik met Ocon... wat nu eindelijk na anderhalf week een beetje begint te liggen... Er zijn heel veel mensen en ook heel veel internationale uh, autosportjournalisten uh, het erover eens dat Max Verstappen gewoon grandioos heeft gereden. Die had een vuur in zich, wat ineens ontketend werd. En uh, zelfs met die uh, moeilijke Renault-motor, maar die goede Red Bull-auto, ja. wist hij de Ferraris en de twee Mercedes gewoon in te halen. Gewoon, pam. Nou ja, hebben we sorry. Ricciardo niet zien doen? Die startte ook wat verder weg, maar dan nog hebben we hem niet zien doen. Nee. Dus laten we vooropstellen dat het vooral uh, Max' eigen prestatie is. En nu gaat de kritische luisteraar zeggen... ja, maar de Ferrari's hadden ook een probleem. Mm -hmm. En de Mercedes' bleek achteraf ook een beetje een probleem te hebben. Uh, dan moet ik het goed zeggen, want Hamilton had dus een probleem. En Vettel had een probleem. Nou ja, Bottas, die, daar hebben we het net over gehad. Ja, Bottas heeft, die, een heel, uh, heeft een heel veel moeite om zijn voet naar beneden te houden. Ik zou maar zeggen, ja. die, die komt gewoon niet vooruit. Dus gewoon niet zijn. En Kimi Räikkönen dan tenslotte, die is sinds die overwinning... Ja, is hij gewoon klaar. Ja, hij is die, die is, die is op vakantie. Ja, In party mode stond hij nog na te kater op het podium inderdaad. Ja. Hey, maar ik denk wel, uh, als ik kijk... Want jij zegt Ricciardo, was een valide, vind ik een valide punt. Alleen het, dat, dat onderstreept wel het, de verklaring van Ferrari. Want daarin hebben ze, ze hebben Kimi op een gegeven moment ook voorbij Vettel laten gaan. En... Um, uh, uh, Ricardo kwam niet heel snel voorbij rijkonen. En vervolgens kwam hij eigenlijk ook niet meer in de buurt van Vettel. Uh, dus de, de situatie met, met Rijkonen Vettel is wel te begrijpen. Als Vettel zijn sensorprobleem echt was, en dat, dat ben ik toch wel geneigd om te geloven. Mm -hmm. uh, dat verklaart dan ook wel waarom dat Ricciardo in eerste instantie niet voorbij Rijkonen kwam. Gewoon niet. Punt. Mm -hmm. uh, maar even dan jouw punt wel weer onderstrepende... hij kwam op een gegeven moment ook gewoon niet voorbij Vettel. Uh, en dat heeft, nee. dat heeft best wel lang geduurd. Uh, uh, dus, dat... Nou ja, het kan natuurlijk zijn... Dat, dat, dat is eigenlijk wat je zegt... Van, it, omdat de strijd nu gestreden is... leggen de coureurs zich ergens bij neer. En nou ja, hmm. we zagen duidelijk dat Max Verstappen dat niet had. Die had juist een soort vuur in zich... wat, wat ineens zo sterk was... dat hij gewoon aan kop reed van een race... wat niemand hem ooit nog op deze manier... met, met het inhalen zo heeft zien doen... Um, ja, de, en de vraag is een beetje, zijn die andere vijf coureurs in de top zes er nog opgebrand om iets te laten zien komend nou. weekend? Als je het mij vraagt, ik denk uh, in orde van iets willen bewijzen, nummertje drie Vettel, nummertje twee Hamilton, nummertje 1 Max. Oeh, ik vroeg daar wel een, een, eigenlijk op nummertje drie of nummertje twee wel iemand anders, dus Daniel Ricciardo. Ricciardo ja, die ja. heeft ook nog wel wat te bewijzen, maar... In je honderdste die... die... race voor Red Bull? Heeft hij hmm. die wilskracht? Nou, de, ja, nee, de, de wilskracht wel, maar de racecraft is de volgende vraag. Precies. En hey. precies hetzelfde probleem hebben Ruikoenen en Bottas. Dus het is toch een beetje het verhaal van de nummer twee. <enlacht> de eeuwige nummer twee. You have it or you don't. Hey, uh, opvallend uh, opvallend nevenfeitje misschien. Misschien mm -hmm. kun jij hem uh, uh, een kleine side quiz mm -hmm. zo, uh, in de podcast. Wie verwacht jij dat de grootste verbruikers zijn geweest uh, dit seizoen qua motoren en onderdelen wisselen? Nou, dit zijn sowieso de Torre Rosso's. Ricciardo eens, ja, uh, de andere Renault's, ja, yeah. Yeah. Yeah, de Renault's, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, geen Williamson, ook al staan ze zo laag in het constructeurskampioenschap. Nee. Geen uh, uh, andere laagvliegers, Die hebben uit geen keer nodig McLegans. om achteraan te staan. Nou, opvallend vroeg ook geen McLaren's. Uh, en dat nee. vond ik wel een. Uh, als je het hebt over. Want je kunt heel makkelijk zeggen: Oh, het zijn de Toro Rosso's. Want dat is een soort. Proef, een Renault motor. Dat is een soort speeltuin geworden van, uh, van Honda, hè, Toro Rosso. Ja. Uh, en je zou kunnen zeggen: Oh, de Renault motoren. Want hè, ja. dat zijn toch Renault motoren Maar McLaren uh, heeft op dit moment uh, niet, niet de grootste lijst. Bovenaan hmm. staan uh, met. Uitst-, met uh, naast Toro Rosso, die echt in de, in de. Bijna richting de tientallen gaan. Kan onderdelen. Zit op 8 en 9, geloof ik, in de verschillende onderdelen. Uh, Renault zit daar net onder met en Hulkenberg en Ricciardo. Dus die hebben ook flink moeten wisselen dit seizoen. Hm. Dus uh, nee, dat, is, uh, dat lijstje is eigenlijk... Volgens mij gaan ze in, uh, in Abu Dhabi weer met uh, Toro Rosso... gaan ze weer een, een uh, update doorvoeren, geloof ik. Als ik de, de nieuwssites mag geloven. Maar goed. Um, nu we het toch over Williams hebben. Misschien leuk om uh, nog even terug te komen... op dat uh, vermaldeide tweede stoeltje daar. Uh, daar zit nu nog steeds een Lance Troll op. Uh, Lance Troll is nog steeds niet officieel uh, gewieberd. Wat een raar verhaal, he, Dat hij nog steeds niet naar Force India... Ja, ik weet ook niet precies wat daar het verhaal achter is. Um, dat, uh... Het is nog steeds niet officieel bekendgemaakt, maar het is volgens mij een kwestie van tijd. Volgens mij wachten ze gewoon tot Abu Dhabi. Uh, en dan hebben ze ook zoiets van: we wachten gewoon even af tot het Williams met een tweede coureur op de proppen komt, denk Ja, ik. of ze doen het off-season of zo, omdat ze dan minder aandacht trekken. Ik weet het niet. Afgelopen weekend was er natuurlijk veel te doen rondom Robert Kubica, onze Poolse vriend. Ja. Uh, <laughs> ja, het was natuurlijk afgelopen vrijdag nog een gespreksonderwerp in het Formule 1 Sportcafé. Maar ook op de diverse nieuwssites dit weekend. formula en andere diverse Europese media melden dat Kubica intussen voor 90% zeker... de tweede coureur bij Williams gaat worden volgend jaar. Ik zeg dan altijd, dat is nog meer dan dat je zijn arm kan gebruiken. Um, hij, zou als functie, hij zou een functie als testrijder intussen hebben afgeslagen bij Ferrari. Wat uh, toch ook geen misselijke baan is, want dan ben je in principe toch voorzien van een vast inkomen. Um, dit weekend werd hij daarmee geconfronteerd in, uh, in de paddock in, uh, in Brazilië. Uh, en toen moest hij het allemaal nog ontkennen. Maar intussen zou er een, uh, een, een, toch een aantal nieuwe sponsoren zijn opgestaan. Met name wat Poolse energiemaatschappijen en uh, mediapartijen. Ja, en zou die nu toch rond zijn, Marjolein? Ik zie jou de handen voor de ogen slaan. Ik vind dit zo'n vermoeiend verhaal. Nou, dat vindt Clay Williams dus ook. Oh, gelukkig. Clay nou, Williams heeft nog een... laten weten. Yes. In de, in, in ten overzicht van Formula One, uh, uh, de, de, de main organisa organisatie site... Heeft nog laten weten dat ze op dit moment in een aantal hele lastige onderhandelingen zit. En ze kan eigenlijk niet wachten tot het seizoen afgelopen is en ze op vakantie kan. En ze zegt, ik word helemaal knetgek van alle onderhandelingen, de harde onderhandelingen die plaatsvinden voor volgend seizoen alweer. En ook Kubica zegt dat, afgelopen weekend nog door te zeggen tegenover een journalist, dat het allemaal leuk en aardig is. Hij kan in de, daar op de grid wel allemaal dingen roepen, maar hij zegt het gaat allemaal veel verder dan alleen hier op de grid. Er speelt namelijk een heleboel. Nou, Belangrijkst aandachtspuntje volgens uh, Formula One Eye daarbij, en dit, dit kun jij zo onderbouwen, dus dat is leuk, want je hebt hier een, een single hand uh, anekdote over. Is het feit dat de vrijdagtraining bij Williams, na het schijnt, te gaan worden verkocht volgend seizoen. Ze gaan de, de vrijdag trainingen verkopen aan een rijke klant, slash sponsor, die daar dan uh, een coureur van zijn of haar keus in wil gaan laten rijden op die vrijdagtrainingen Wat is dat nou weer? Nou ja, Williams heeft natuurlijk uh, op dit moment twee goed betalende coureurs op die stoeltjes zitten. Die brengen wat centjes mee hmm. om op die stoel te kunnen zitten. Stroll en Sirotkin. Maar je gaat toch niet de eerste beste rijke luidsvriendje in een auto zetten met kans dat die auto wordt kapotgereden? Op de vrijdagtraining training bedoel ja, je? Ja. <laughs> dat is dus een dingetje inderdaad, ja. Maar god. Ik, ik, kijk, je mag niet zomaar in een Formule 1 auto stappen, Marjolein. Dat weet jij ook. Daar moet je wel een licentie voor hebben. Dus je mag niet zomaar een Formule 1 auto testen. Dus nee, de Marjolein. persoon die erin komt te rijden is sowieso een gelicenseerd autocoureur. Het is niet zo dat ze jou volgende week bellen en zeggen... Marjolein, heb je zin om een rondje te rijden? wat nee, wel maar... leuk zou zijn trouwens oh, man, 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 man. Nee, wat, wat jij uh, net uh, op hinten. ik was uh, niet afgelopen week maar de week daarvoor in Portugal in Lissabon om precies te zijn daar was de Web Summit, een hele grote techconferentie en daar waren meerdere sessies rondom Formule 1, ik heb onder andere Nico Rosberg daar een aantal keer zien spreken en er was ook een uh, high-level uh, manager van het Williams team. Chief die, Engineering, ja. Yeah. Die daar uh, een heel interessant verhaal vertelde um, over hoe Williams natuurlijk ook aan zijn centen komt. Uh, Williams... nou, dat was niet de insteek. De insteek is natuurlijk innovatie binnen ja, Team van Williams. De, 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 met goed. andere woorden: uh, hoe die, hoe, uh, ja, goed. Nou, een van de dingen die ze doen is: zij hebben inderdaad allerlei sponsoren al heel lang. En Williams is natuurlijk. Kijk even de documentaire op Netflix. staat een documentaire op Netflix over het team van Williams. Het is een uh, familieteam, een familieproject, kan ik wel zeggen, ooit opgezet door Frank Williams. <coughs> Die uh, zelf daar met heel veel liefde uh, al zijn tijd, energie en leven in heeft gestopt. En nog steeds doet. En ja. nog steeds doet inderdaad. Die man die kan niet zonder Formule 1. Die is op, op, op nou ik weet niet hoe oud hij inmiddels is. Maar die, die gaat daar nooit meer weg. Dat zegt hij ook in die film. <laughs> die zegt ik ga dood hier ergens langs de, <laughs> langs de pitmuur als het even kan. <laughs> hij zegt wat moet ik dan doen? Thuis gaan zitten met mijn rolstoeltje. Daar heb ik ook geen snaars aan. Nou inmiddels zijn beide kinderen ook in de zaak. Zijn zoon die is beheerder van het archief. Ja. Echt een hele uitdagende functie. Die moesten, die moesten ze ah, even. Ik, <laughs> ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is, maar die is de baas geworden van het archief. En dat wist jij dan laatste weer te vertellen in de podcast uh, uh, On the grid van de van de Formule 1 zelf was Claire Williams de gast. Ja. En Claire Williams, die is dus nu teambaas van Williams, dus de dochter van Frank. En die is ooit naar voren geschoten door notenbenen Toto Wolf himself. Nou, en nog veel belangrijker daarin, Bernie Ecclestone. En Bernie Ecclestone ja. inderdaad. Dus Bernie en Toto. Het klinkt als een want wat klinkt als een slechter rockband ja. uit de jaren 80 ooit? Die hebben lu, lu, luisteren die podcast. <coughs> want, uh, nou, dan hoor je dus hoe dat verhaal een beetje gegaan is. Want iedereen, en was ook mijn uh, uh, impressie hoor, dat uh, zij natuurlijk gewoon de dochter van is en daardoor op een gegeven moment dat Frank heeft gezegd van, nou, neem jij het maar over, want ik kan niet meer. Alle energie opbrengen om daar dagelijk management te doen. hebben. Nee. Maar Frank zelf, die wilde het totaal niet hebben. Dus die, die wilde helemaal niet dat het zo'n familieklang bleef. Um, maar ja, dat is dus toch zo gekomen. Dus nu is zij die baas. Maar het grappige is, dus in tegenstelling tot veel andere teams. Zij moeten natuurlijk gewoon rondkomen. Er moet business zijn. Het nou, begin aan dit jaar hebben we een paar keer best wel kritiek op zich uit. Omdat het erop lijkt aan de buitenkant. Ja, ze, zij nemen gewoon de twee coureurs aan die het meeste geld van allemaal meebrengen. Dan kan, kunnen alle rekeningen betaald worden, kunnen alle hypotheken betaald worden. En dan kan er weer een jaar worden. Worden rondgelopen ja, in de Formule 1. En dat is iedereen, daar is iedereen blij om en dan kan het circus weer doorgaan. Uh, maar wat deze meneer op uh, Websummit vertelde, is juist dat zij ook uh, veel met partners samenwerken op, op gebied van technologische innovatie. En uh, dat kwam eigenlijk voort uit buiten het Formule 1-seizoen om in off season. Wat vroeger natuurlijk veel langer duurde. Want vroeger had je veel minder races. Zaten die engineers ook maar een beetje uit hun, uit hun nek te vreten? En. Um... Sorry, uit hun nek te vreten? Jezus Christus, ja. Uit hun nek te eten. Uit hun nek te Uit hun neus te vreten. Uit hun Tot zover. Ja. spreekwoord en gezegden. Het <laughs> is een hele leerzame podcast dit. So, Binnenkort. Nek te lullen. Ja. Yeah. <laughs> Waar zit je dan uit nou te vreten? Als je neus. Oh ja, je neus te vreten. Ja, ik niet, Goed. hoor. Maar de meeste <laughs> mensen, de meeste mensen die nu wel luisteren, zijn ook niet. <laughs> Sorry mensen, ik heb een hele vervelende habit om twee spreekwoorden door elkaar te halen. Ja. Yeah. Dit is wel een leuke combinatie trouwens. Oh, je denkt vreemd. Binnenkort bij 24 Kitchen. <laughs> Goed. Goed. Die mensen zaten niks te doen. En oh. uh, <laughs> dat was het punt wat je dat? Normaal. En uh, toen hebben ze gezegd van... Goh, we gaan eens wat dingen bedenken voor al die leuke sponsoren die wij hebben. Dus waaronder één merk dat babypoeder maakt. En hebben zij een fabriek een, of een nou, installatie, machine bedacht. Ik, omdat, uh... ik, ik mocht voor jou, je hebt naar de YouTube Link doorgestuurd, Dus ik heb daar ja, meegekeken. Dat is handig. Uh, uh, misschien dat ik me de show notes even meegooie inderdaad. Wat zij dus doen is, zij verkopen technologie door uiteindelijk naar andere klanten toe. Dus niet zozeer dat ze sponsor zijn, nee. maar ze verkopen technologie door. Ja. Dus een van de dingen was op een gegeven moment Aerodynamica. Nou, daar was Williams heel vroeg mee. En die technologie die hadden ze verfijnd. Toen dachten ze: hier moeten we meer mee. Die engineers moeten doorgaan met het ontwikkelen van dit product. Hoe kunnen we dit het beste bedoelen? Toen zijn ze naar een supermarktketen gegaan en hebben gezegd, hey, we hebben een techniek ontwikkeld waarbij we de airflow kunnen uh, uh, controleren, uh, bedienen of noem je dat, reguleren. Van, van diepvrieskasten. Zo, van diepvrieskasten in ja. de supermarkt. Vroeger ging je de supermarkt in en dan had je je jas nodig als je diepvriesvak uh, doorliep om je, ja. om je diepvriesfrietjes te halen. En anno 2018, uh, of eigenlijk al eind jaren uh, 90 was dit het verhaal, uh, hebben zij de techniek ontwikkeld om die airflow te reguleren, waardoor dat allemaal energiebesparing is, et cetera. En dit, met het babypoeder is het verhaal, uh, ze hadden een technologie rondom, uh, doorvoer van vloeistoffen door een motor heen. En dat hebben ze gebruikt om... Uh, ja, babypoeder is natuurlijk in het begin ook eerst vloeistof. Dat wordt natuurlijk tot poeder vermalen en vermaakt. En dat proces hebben zij mee geoptimaliseerd voor een voor klant. Dat deden de engineers die aan de Formule 1-auto's werkten. Uh, wat ik een grappig voorbeeld vind, en dan gaan we heel de verpesten... was uh, het feit dat ze op een gegeven moment... de snelste pitstop aller tijden hebben gemaakt bij mm -hmm. Williams. Kun je je nu niet voorstellen, want dat hebben ze ooit echt gehad. Dat mm -hmm. uh, record staat er nog steeds. 1,92 seconden. Mm -hmm voor een pitstop uh, en toen zijn ze benaderd door uh, de uh, Britse um, vereniging voor um, oh uh, 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 om daar te komen uitleggen, bij, mm -hmm. op een conferentie hoe ze tot dat teamwork in staat zijn geweest om die situatie, om, om zo'n explosieve situatie goed te kunnen managen met z'n allen. Mm -hmm. Nou, dat is een heel proces. Want uh, uh, in, de, in, in die talk vertelde de engineer van, uh, van Williams dat de monteurs maar ergens gingen zitten. En uh, Jantje ging naar speech zitten. Want die konden met elkaar vinden. En dan moest er een pitstop komen. En dan liepen ze met elkaar door elkaar heen. kriskras, En dat hele proces hebben ze geoptimaliseerd. Nou, dat vertellen ze eigenlijk. Dat hebben ze in een talk samengevat. En dat hebben ze verteld. Tegenover die. Een vereniging voor voetvrouwen die daarmee aan de slag zijn gegaan... ...om te zorgen dat er minder ongevallen zouden zijn. Dus een bevalling kan u eigenlijk in 1,92 seconden seconde plaatsvinden. Ja, ja. Nou, als dat geen gat in de markt is, dan, ik weet, ook, dan weet ik het ook ik niet Ik meer. denk dat je heel raar staat te kijken als vrouw... ...als er dan in één keer zo'n zo propgun komt op, zo. <tip> 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 ...of zo'n voetvrouw met zo'n helm op. <tip> of, dat dan in één keer de gynaecoloog bent en komt een lollipop. <tip> Stop, go. Hey, waar is mijn steering wheel? Steering wheel. <tip> steering wheel. Steering um, wheel. Goed. Met andere woorden, Williams is een bedrijf, eigenlijk een, echt een bedrijf. Hè? Want ze ja. leveren uh, voor andere dingetjes wat meer autogerelateerd. Ze zijn nu bezig met Aston Martin om de eerste volledige elektrische Aston Martin te bouwen. Ze zijn uh, ja. voor, tot, tot op afgelopen jaar, dus eigenlijk tot op dit seizoen, leverancier geweest van de batterijen in de Formule E. Mm -hmm. Daar stoppen ze nu mee. Um, ze zijn samen met Nissan doen ze een partnership rondom die batterijcapaciteit. Ze zijn ook te bedenken van de hybride technologie zoals die nu in de Formule 1 gebruikt wordt. Mm -hmm. uh, mede. Dus met andere woorden, de impact van Williams is best wel enorm. En dus is het heel raar om nu dit soort verhalen mee te maken. En dat is een beetje wat jij ook bedoelt. Nou ja, weet je, ik vind het heel goed als je als bedrijf... Uh... Opereert? Dat sowieso. Nee, maar als je meerdere businessmodellen onderzoekt. Maar ik moet zeggen, en ja. daar begon deze discussie natuurlijk mee. Robert Kubica en, uh, en het, het stoeltje al dan niet voor 2019. Ja. Man, Williams wet wel op heel veel paarden. En ze hebben wel zo verschrikkelijk veel dingen uitstaan. En ja. belangen en conflicten. En Als je nu ook um, de situatie hoort met uh, Kubitsch. Hij mag dus inderdaad niet meer met de pers praten. Williams doet er heel panisch over. Het schijnt al een persbericht online te hebben gestaan. Dat is in alle el weer vanaf getrokken. Omdat het niet naar buiten toe mocht. Uh, het is allemaal paniek, paniek, paniek. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, ja. ja, goed. Ja, wel, wel lastig. Maar Het, 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 het grappige is wel, uh, dat stoeltje op vrijdag zou dus eventueel... Dat is nu een, een van de punten van de onderhandelingen. Want mm -hmm. Koertje zal natuurlijk ook zoveel mogelijk moeten gaan trainen. Laten we eerlijk zijn, die man heeft niet extreem veel in de Formule 1-auto gezeten de afgelopen nee. jaren. Uh, wel veel in de sim en ook veel natuurlijk uh, uh, geoefend wel, denk ik. Maar goed, het is geen, uh, hij zal alle tracks opnieuw even tot zich moeten gaan nemen, denk ik. Uh, die vrijdag training is dus wel een aandachtspuntje. Dat bedrag wat ze ervoor zullen vragen, dat zal geen misselijk bedrag zijn, want... Dat stoeltje bij Williams is niet bepaald goedkoop waar Kubica op komt. Um, dat weten ze intussen ook bij Mercedes. Want Toto Wolf heeft afgelopen weekend nog laten weten. tegenover de Braziliaanse krant Globo. dat zij niet kunnen betalen wat Williams vraagt om ook kon daar aan boord te krijgen. Met andere woorden, het stoeltje, het tweede stoeltje naast Lennon Norris. is te duur om uh, hem daar aan de praat te krijgen. En dat was toevallig na de race van Brazilië? Dat was voor de race van Brazilië, als ik het goed heb gelezen. Hmm. Okay. Dus dat zegt genoeg. Jammer. <laughs> nou ja, um, het is wel opvallend uh, dat dat, dus dat bedrag te hoog is voor Mercedes. Want Mercedes is natuurlijk niet misselijk als het gaat om het geld. Maar hij heeft aangegeven dat zelfs al zouden ze de kosten van de motor... die ze natuurlijk doorrekenen mm -hmm. aan Williams halveren... zelfs dan komen ze niet in de buurt van dat bedrag. Nou ja, het is in elk in geval uh, indicatief dat uh, Ocon definitief niet bij Williams lijkt te gaan rijden. Oh ja, in dat, dat is sowieso prettig. Laten we dat vooropstellen. Terwijl je nooit weet welk konijn nog uit de hoge hoed komt. wisten het, we bij Ricciardo natuurlijk het, ook niet. Het komt konijn Precies. Dus uh, je weet het niet. Maar um, ja, nee, ja. Uh, het zou Kubica kunnen zijn. Maar ik denk bij Kubica is het verhaal een beetje... het hangt allemaal van zijn geld af. En uh, ja. ik zag Robert Doornbos heeft laatst uh, verteld bij Siggo dat hij ook te maken heeft natuurlijk met een enorme verzekeringspremie... Ja. die hij ooit heeft mogen ontvangen omdat hij dat rallyongeluk heeft gehad... Uh, als hij weer Formule 1 gaat racen... en laten we niet vergeten... Kubica was destijds hard op weg om... Uh, werd toch getipt als potentieel wereldkampioen ooit. Ja, klopt. Uh, kreeg toen uh, dat rallyongeluk... en heeft nooit meer Formule 1 kunnen rijden. Dus daarom heeft hij die uitkering gehad. En als hij nu toch weer Formule 1 gaat rijden... moet hij een deel van dat geld weer terugbetalen. Dus privé... Kost hem dat ook gewoon geld? Ja, hij zal wel, uh, wel gewoon een goed salaris moeten hebben, inderdaad. Maar goed, uh, precies. Het, het is wel echt een racer, zij. ook Rob Dornbos team redelijk goed schijnt te kennen. Ik wil het nog één keer proberen, maar ik ongelijk. Uh, Overigens, uh, ik zei Lando Norris, ik bedoel natuurlijk uh, George Russell. Bij, uh, ja, bij Williams. Williams Lennon ja. gaat natuurlijk naar McLaren volgens mij. Ja. Overigens, diezelfde Toto Wolff was uh, uh, aardig uh, positief over Max tegen in uh, de Braziliaanse krant. Ja, hij is wel fan hè, Toto? Ja, maar hij is natuurlijk ook een van de mensen die hem al heeft geprobeerd te contracteren... nog voordat hij bij Red Bull tekende ja. uiteindelijk. Dus dat is positief. Uh, dat is hij nog steeds. En hij heeft gezegd dat hij op alle mogelijke manieren kun je zien dat hij hier in de toekomst wereldkampioen aankomt. Hij heeft dus zelfs volgens mij dit weekend zelfs nog tegenover Britse pers laten weten... dat hij nog een beetje moet werken aan de ruwe randjes van zijn uh, drivers performance... Maar dat in alle opzichten erop lijkt... dat hij toch op weg is naar een toekomstig wereldkampioenschap. No pressure. <laughs> nou ja, goed. Ik, ik zou ook niet weten wie je anders nu op dit moment moet tippen. Er loopt natuurlijk nog meer talent rond in de ja. Formule 1... maar die zitten allemaal nog niet in goede auto's. Ik ben heel benieuwd volgend jaar. Uh, Norris, uh, Russell, Leclerc. Uh, Gasly en Leclerc wordt interessant... want die zitten ook echt in goede auto's. Ja, Gasly moet ik nog maar eens even zien. Afgelopen weekend ook weer. Uh, uh, vorig weekend eigenlijk uh, ook weer... Hm. dus weet je, er zit een heleboel potentie in. Ik denk dat het, een, uh, dat het allemaal mensen zijn vooropgesteld. Het zijn allemaal mensen die kunnen autorijden, anders zit je hier niet. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er best wel potentie in in Gasly zit. Uh, de vraag is alleen of je bij een als je ergens die potentie uit wil halen, is het bij een mm -hmm. team als Red Bull? Dat wel. Voor Leclerc geldt voornamelijk ook, ja, weet je, die druk bij Ferrari is immens volgend seizoen. Het is denk ik volgens seizoen het afscheidsseizoen van Sebastian Vettel. Mm -hmm. En er is heel veel aangelegen hoe die eerste twee, drie races gaan lopen. Het afscheidsseizoen van Vest. bedoel je het afscheidseizoen van de sport of van Ferrari? Nee, van Ferrari. Ik denk dat ze bij dat ze na, als hij volgende seizoen geen wereldkampioen dat ze een breukieper. Oeh. Ja, er zitten wel heel veel Oeh. mensen. Op. Er kunnen heel veel mensen op zo'n stoeltje zitten. En hij is wel heel duur. Duur. Ik denk dat de afkoopsom ook niet laag zal zijn. Hoor. maar het zou me niet verbazen als het, het uh, dat het een duur duizend seizoen gaat worden voor Sebastian Vettel volgend jaar. Hmm. Misschien mag je dan wel tweede creur worden bij uh, Red Bull. Max stappen te helpen aan zijn uh, tweede wereldkampioen. Ik weet, ik, ik weet het bij Vettel, weet je het nooit natuurlijk. Maar wat ik al zeg, het zal heel erg afhangen van die eerste twee, drie races volgens seizoen. Met name interteam, in, in, binnen het team. Dus hmm. uh, als Leclerc al vanaf dag één er scherp bovenop zit, wordt het echt een heel thuis seizoen voor Vettel. Hmm. Uh, en dat is natuurlijk het geluk wat hij heeft met Rijkonen nu. Die laat hem ook in zijn waarde. En dat zal Leclerc niet doen. Leclerc zal gaan bijten. En ook, ja. al, en ook al is het dan nog een chihuahua, die kunnen ook best veel bijten. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. We mogen in elk geval denk ik uh, wel pole positions van Leclerc gaan verwachten in 2019. Dus het wordt spannend. Ja, wordt hij de jongste setter ooit? Als het er nog toe doet. He? Nee, nee, dat hebben we nee, al nee, laatst al over Dat kan niet nou meer. Ja, nee, dat, kan dat kan niet meer. Want uh, tijdens het off-season, zeg maar in de winterbreak, gaat hij daar doorheen. Ja. Worden Leclerc en Verstappen allebei ouder dan Vettel was toen, toen hij zijn eerste eerst pole pakt. pakte. Nou. Dus zowel Leclerc als nou. Verstappen zijn Vettel toch nog volgende week. Kansloos. Dus er is nog één kans. Hey, als je het hebt over uh, talenten en uh, no nog even afwachten wat daarvan komt, gaan we afsluiten mm -hmm. voor vandaag. Carlos Sainz, mm -hmm. we kennen hem wel, onze vrolijke oorlijke Spanjaard, mm -hmm. gaat volgend jaar natuurlijk van Renault naar McLaren. Mm -hmm. Leek even terug te gaan naar Red Bull. Mm -hmm. Wel of niet geblokkeerd door de verstappens? Was de vraag. Mm -hmm. Hij heeft afgelopen week laten weten in gesprek met Formula One dat er helemaal geen kwaad bloed zit tussen hem en mag verstappen. Uh, ik quote eventjes letterlijk uit het interview. Iedereen denkt dat we elkaar haten. Fans vragen het altijd aan me. Zelfs mijn vrienden vragen het zich soms af, maar het is dus echt niet waar. Allesziens. We hadden veel plezier naast de baan en veel competitie erop, maar dat is ook logisch, want we streden voor onze carrière. Hm. Het gerucht gaat natuurlijk nog altijd dat de familie Sainz achter de schermen druk bezig was om Sainz naar Red Bull te krijgen. Mm -hmm. uh, ten tijde van de overstap van Max. En zo gaat ook het verhaal, uh, wat natuurlijk al meerdere keer naar voren is gekomen. Dat zij het, uh, het gerucht van een voorcontract bij Ferrari zouden hebben verzonnen. Om de relatie tussen Red Bull en Max Verstappen een beetje onder druk te zetten. Mm -hmm. uh, zodat Carlos Sainz weer een plek zou krijgen bij, uh, bij Red Bull. Toen Ricciardo uh, een beetje rondstechtelde vorig jaar, ging de familie Sainz ook een beetje aan het morrelen. Waarop uh, Christian Horner nog, ik weet niet of je nog kan herinneren, in een persconferentie liet weten... Ik weet niet waar Carlos Sainz met zijn hoofd zit. Maar volgend jaar race wij met Daniel, Ricardo en Mag Verstappen. En er komt geen stoeltje vrij. Dus ik wens hem daarbij veel succes. <laughs> ik weet niet of je dat nog kan herinneren, want dat heeft hij vorig jaar gewoon in een persconferentie geroepen. Uh, maar goed. Uh, denk jij dat uh, Sainz nu gewoon een beetje positief PR probeert te halen? Of? Pff, ik zou niet weten waarom. Uh, omdat ah. hij bevriend uh, wil blijven met Mag Verstappen? Ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk dat het een charme-offensief is van onze Carlos. Nou ja, slim is het natuurlijk wel, want ik denk dat Ocon uh, na afgelopen weekend uh, bij Helmoet Marco uh, definitief een gedane ja, zaak was. Dat sowieso. Als, als die man ooit nog heeft overwogen om hem een plekje uh, te helpen bij Toros of bij een ander team. Dan, dan is dat nu wel verkeken. Toro ja. Rosso heeft natuurlijk nog een stoeltje, hè? dus uh, Hartley heeft nog steeds niet uh, is nog steeds niet vastgelegd. Nee, en uh, degene die erop zou gaan zitten, Albon staat in principe nog steeds ingeschreven bij de Formule E. Mm -hmm. Nou, zegt dat niet zo heel veel. Het ging er afgelopen week veel over. Maar zegt ja. het niet zo heel veel. Omdat de lijst die gepubliceerd is door de Formule E. is de, de Drivers uh, uh, Grid voor 2018-19. Maar die is al twee weken geleden ingeleverd. En toen waren ze nog vol in onderhandeling. Dus het zegt niks over de staat van de onderhandelingen. Dat die jongen daar nu staat. Um, maar goed, de kans lijkt aanwezig. dat dat plekje toch nog dan voor Hartley blijft. Nou, ja, het wordt interessant. Wat je wel ziet. En dat vind ik wel grappig. Als je ook een beetje al deze gasten op Instagram volgt. Dan is het dat er, er zijn natuurlijk allerlei onderlinge vriendschapjes en uh, ja, die jongens die kennen elkaar al heel lang. Uit de karting, uit de Formule 3, uit al die andere klasses. Um, zoals Ocon, die zie je bijvoorbeeld weer vaak op de foto gaan, ook met Leclerc. Ja. Wat logisch is, want ze spreken dezelfde taal, maar uh, die, die hangen dus ook met elkaar. Ik bedoel, ze praten racen of nee, nee, ze, nee. Ze, 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 ze zijn Frans, ze praten oh. Frans. maar uh, nou, en dat zijn ook een beetje van die uh, van die, nou ja, hoe zeg je dat, uh, mooi boys die uh, dan in de fitness uh, in de in de sportschool uh, graag uh, ja. Ja, zo kijk ik, uh, zo kijk, zo kijk ik met zo'n op de foto gaan. Met andere woorden, het zijn typetjes. Sorry, Terwijl... zo kijk ik dan niet naar de sport, Spijt me. Nee, nou ja, geloof me. Er is weinig minder opwindend dan uh, <laughs> Formule 1-coureurs in sportschool. Want ik weet niet of je het ooit is opgevallen. Maar de mannen zijn best wel klein en best wel tenger en best wel mager. Hoe minder je gewicht je met je meedraagt. Ja, ja. Hoe, uh, hoe sneller je natuurlijk in die auto bent. Dus verwacht geen uh, prachtige sixpacks bij die gasten. Ja. Want dat hebben ze ja, niet. het uh, nou, is ja. allemaal gewicht. Dus ja. daar hebben ze helemaal niks aan. Nou ja, ik, misschien, moet ik, misschien, nee, nee, misschien moet je toch eens wat meer gaan. Uh, want ze zijn natuurlijk tegenwoordig wel allemaal getraind, hè, de boys? Ze zijn wel wat getrainders. Ja, zijn natuurlijk veel zwaarder. En, uh, ja, nee, maar de auto weegt maar 145 kilo. het zijn echt, het zijn echt lichte auto's. En ik, ik hoor het al, ik kan weer stoppen met mijn plantendiet. <laughs> nee. Dat is van plant based diet bezig. <laughs> nou, het is grappig, want ik zat onlangs. Um, ik drink het was natuurlijk. Bier, um, want het was van hop gemaakt. Ja. Nou, het was het 20-jarig jubileum van um, het eerste wereldkampioenschap van Mika Hakkinen. Ja, laat ons nog eens even uitvoeren, Marine. <laughs> Ja, dat vond ik me inderdaad heel oud. Ja, dat is lekker confronterend. 1998. Wat had je nou vanochtend? Je vertelde het nog ook. Dus... Wat is nou? Oh, je vertelde... De... Twintig jaar geleden. Dat... Lekker, deel deze nog even met iedereen. <laughs> even onder, om extra, even onze nerdstatus te verhogen. Dames en heren, het is vandaag twintig jaar geleden... dat de trailer van Star Wars The Phantom Menace online verscheen. Twintig jaar ja. geleden. Oké. Okay. Toen kon je het internet ook al stuk maken. En dat ging stuk, want op Star werd namelijk deze trailer <laughs> geplaatst en die kon je downloaden. Ja. Dat filmpje en dan kon je dan op QuickTime op je eigen computer kon je het afspelen. Uh, niet via... en YouTube bestond nog niet. Maar niet via RealPlayer? Nee, volgens mij was het alleen Quicktime. Uh, alleen Quicktime. Apple Trailers bestond al wel en daar verscheen hij ook. Oh. Het is twintig jaar geleden en dit was zes maanden voordat de film zelf in première ging. Dat is eigenlijk zo grappig, want ik heb de film pas in 1999 gezien. Maar dat had natuurlijk mee te maken dat hij in Amerika destijds nog veel eerder in première ging dan in Nederland. Vroeger kwamen films echt later naar Nederland. Tot zover deze snippets van de popcast. <laughs> Destijd, toen waren Star Wars films nog schaars, ja. Toen was het nog heel bijzonder. Mika Hakkinen werd in datzelfde jaar wereldkampioen voor het eerst in Japan... En uh, wat heel grappig is, is. Uh, uh, nou, ja, ik heb van de week. Ik, ik, heb, ik heb opgezocht op YouTube. Want ik ben zelf in 1998 naar de Nürburgring ring geweest. Ja. Dat is de race voor Japan. Uh, waar hij won. En daar min of meer eigenlijk al het kampioenschap uh, besliste. Want op dat moment was er één punt verschil met Schumacher. Hij won de race in Duitsland formeel de Grand Prix van Luxemburg op dat moment. Ja, Grand Prix van Europa, heet het, nou, Europa. volgens mij was dat jaar Luxemburg. Wissel de namen. Oh, Oké, okay, Europa Luxemburg ja. af. Maar goed, hij won daar uh, liep daardoor uit in punten en lag gewoon, had gewoon het voordeel in die laatste race. En dan moet je niet vergeten, dit was de tijd dat Schumacher gewoon ongenaakbaar was. Nee, nee, nog niet. Oh, nee. Want hij zat net bij Ferrari, nee, Dat wat ja, ja, dat, klopt dat, het, ja. had, dat had een shit auto. Dus Schumacher moest daar eerst wat ander werk verrichten. Maar nee, als Schumacher een puntje voorlag in het wereldkampioenschap, oh, ja, 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 ja. was hij gewoon geneigd om zijn concurrent van de baan te tikken. Dus die als je ja. ergens voor moest zorgen, dan was het dat je in de laatste race meer punten had dan Schumacher. Dan kon je wereldkampioen worden. Nou, dat lukte. Ja, dan kon je in ieder geval een paar rondjes rijden. Ja. Dat lukte. <laughs> dus ik heb eerst de Grand Prix van Nürburgring helemaal terug zitten kijken. Wat echt hilarisch is. Ik kan het iedereen aanraden. Zoek het op. YouTube, twee uur, integraal. Super saaie race. En daarna <laughs> heb ik de Grand Prix van Suzuka nog in, in, in ik heb een paar keer geskipt. Maar die heb ik ook nog terug zitten kijken. Want Schumacher moet uiteindelijk achteraan starten. En, uh, en daardoor wint, uh, en hij valt ook uit, ergens in de race. Dus uh, Hakkinen wint daar zijn eerste overwinning. Nou, een paar dingen die opvallen. Eén is, Formule 1 was echt onwijs saai toen. <laughs> onwijs saai, want die auto's, nou ja, wat grappig is, die auto's glibberen alle kanten op. Die dingen zijn bijna niet op de baan te houden. Als iemand een manoeuvre inzet, nou, dan tetteren vijf auto's door het gras, want, want, want iedereen glipt uh, van die baan af dus dan zie je echt dat de downforce en het gewicht van die auto's is dus tegenwoordig, nou ja, mensen zeggen wel eens, de sport is niet meer spannend, maar als je een, een race van twintig jaar geleden vergelijkt met nu, is het echt veel en veel spannender. Er is echt close racing nu, en dat zag je toen gewoon veel en veel en veel minder. Dus als je dat gevoel wel hebt dat het vroeger spannender was, kijk alsjeblieft de race uit achterlicht. Het was niet spannender. Met name, nou ja, Schumacher was natuurlijk altijd al uh, vrij snel. Hij, hij startte vanaf pole position in Duitsland. Je ziet hem binnen Vier ronden ligt hij al vijf seconden op kop. Weet je, zo snel loop dat je, je uit. tegenwoordig ook wel een beetje natuurlijk. Na minder, minder. Hmm. Het valt mij op, want liggen vaak, zeker. Dan gaat de DRS aan, dan zitten er nog een aantal coureurs binnen DRS. Ah, okay. Ja, Dus dat is, waar. Ja, dus het wel, het is ja. toch, dus dat close racing, dat heb je nu veel meer dan vroeger. Uh, maar een ander ding wat opvalt, Mika Hakkinen, en hij zei het laatst zelf ook in een interview, die, die, dat was best wel een brede vent. Ja. En nu is hij nog breder. <laughs> dus hij zei onlangs van... ja, ik zou best wel weer willen racen... maar ik pas niet eens in zo'n auto van nu. Dus er is ook wel degelijk veel veranderd... in uh, de fysiek die uh, coureurs hebben. Uh, Schumacher was nooit een hele brede gast. Maar als je de coureurs van vroeger nu ziet... naast de mannetjes van nu... ik zag ook een foto langskomen... van bijvoorbeeld Hakkinen en Raikkonen naast elkaar... van een tijdje terug. zie je Rijkonen zijn kop kleiner. Een stuk smaller. En dan zou je ja. zeggen... want Raikkonen hè, op beeld lijkt het ook een grote vent... Maar nou, ik heb Nick Rosberg vorige week in het, in het echt gezien. Dat is gewoon een klein uh, jongetje. Ja. <laughs> dus. Jawel, maar als je kijkt, en, en dat, je zegt terecht na nou, dat er is natuurlijk veel aan verandering in omgeving. We hebben deze, dit gesprek al eens eerder gehad in een van de eerdere afleveringen van Sporterhoek. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer regels veranderen. Ja. En deze jongens zijn wel, zijn wel atleten die hun sportfysiek, hun, ja. eet, hun eetpatroon, hun leefpatroon, hun sportpatroon aanpassen op wat ze kunnen binnen die auto. Zeker. Als je nu kijkt naar Lewis Hamilton nu. En zeker als hij een hippe foto maakt op Instagram uh, op het strand. Ten opzichte van Lewis Hamilton 2008, 2009. Mm -hmm. Dan heeft hij niet alleen nu meer haar. Dankzij <laughs> de haar Meer tattoos. En meer ta ja, precies, meer plakplaatjes. Maar hij is ook wel daadwerkelijk meer getraind, meer gespierd. Ja, maar nou is Lewis Hamilton wel een. Als je de foto's bekijkt, wel een van de meest gespierde coureurs. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook. Uh... Photoshop zijn. <laughs> nou ja, ik, ik heb een tijdje in de media gewerkt. Er zijn genoeg mensen die bekend zijn die zichzelf laten Photoshop. Jawel, maar... Dus het zou me niet verbazen ja, okay. als Lewis Hamilton ook iemand in dienst heeft... om dat een beetje te pimpen. Een te accentueren. Plus, ja. Voordat je op de foto gaat, even een paar push-ups doen. Even zorgen dat die spieren lekker uitkomen. Hij heeft natuurlijk al die tattoos die heel strategisch geplaatst zijn. <laughs> nee, maar ja, goed. Het, uh, het is impressive. Wacht uh, ik schrijf even mee. Ik moet de volgende keer even push-ups <laughs> ja. doen. En strategische tattoos. <laughs> okay. als, je, als je Kiwi Rijkonen in zwembroek ziet... hangt daar gewoon een lief buikje boven Svenbroek. zwembroek. Ja, dat, dus dat, is... dat, dat, dat is geen zwembroekje. Dat is gewoon een wodka is vraag. In huidskleur <laughs> gemaakt. Dat is gewoon een stiekem een flesje op. Er zit niks van de Sixpack aan. Hey, uh, we, we, we hadden we, het we. over kruis die met elkaar hangen. En 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 je hebt je, je klikjes en je hebt, nou ja, signs die wil waarschijnlijk bij het clubje van uh, van uh, stappen horen. Team, en uh, Team ja. MV. ja. Ja, Maxi is nog steeds heel enthousiast over Gasly. Hij zegt goede gast, leuke vent. Ze, ze hebben ook sleep over gehad, hè, deze zomer. Je, ja, ja, Kom je gelijk ja, lekker Max. Mee ja. Nou, het is ook... En het, het zegt ook natuurlijk wat hoe de coureurs zichzelf laten portretteren. Max zie je vaak uh, of hij zit FIFA te spelen of... Uh, uh, hij heeft ook altijd in interviews of over. FIFA ik ga het liefst lief, uh, ja. met mijn familie lekker naar huis. Uh, het is niet iemand die zich uh, graag uh, neerzet als uh, ik ben een uh, showbiz nee, kind of person. Dat, 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 dat heb je totdat je de vi derde, vierde keer wereldkampioen hoort. En dan begin je je eigen kledinglijn. <laughs> ga je optreden, ga je rappen en uh, wordt dat je leven? Nou ja, Vettel en Rijkonen zijn ook weer totaal anders. Die Vettel die heeft een vrouw en kinderen, die heb je nog nooit gezien. Daar weet niemand iets van. Dat hele privéleven is out of the picture. Raikkonen, die is wel heel. Uh, nou, pas sinds kort. Pas sinds kort, Want op min, min, heel min actief? Toen was er wel altijd bij, ja. maar hij is heel lang heel daar gesloten overgebleven. En uh, eigenlijk op aangaan van zijn vrouw is hij een beetje meer aan het delen. En ik denk dat het ook te maken heeft. En, en weet je, we hebben het vaak over Nico Rosberg met zijn malle geintjes. Ik denk wel dat hij een soort van uh, uh, eyes geopend heeft bij bepaalde coureurs hoe belangrijk je online presence is uh, naar je fans toe. En als er iemand heel veel fans heeft, boah, ...dan is het wel Kimi. Ja, dat, dat is waar. Dus dat moet je wel nutten. En elke coureur doet dat op zijn eigen manier. Dus, uh... We gaan het zien uh, richting uh, Abu Dhabi uh, uh, eind S deze week. Signs alweer. once in. With one of the crews. Ja, totdat hij een contract tekende met mijn me <laughs> Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren? Dan kan dat het beste altijd via de Twitter. Dat kan naar. At Marjolein. Of naar. Johan Voets. Uh, of je laat ook gewoon even een reactie achter uh, uh, in Apple Podcast als je ons daar vandaan luistert. Zo niet, we zijn ook te vinden in Spotify, Google Podcasts, TuneIn. Etcetera, etcetera, etcetera. Laat altijd even een reviewtje achter bij Apple Podcasts als je hem dan toch daar luistert. Want dan weten we weer meer mensen onze podcast te vinden. En dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Tot zover. We gaan op weg naar Abu Dhabi. Heb je de zin in de mooie lijn? Ja, nou ja, wel ja. jammer dat het laatste is. Het, nu is het leuk totdat het vuurwerk boven die baan verschijnt. We die boten zien liggen in de jasmarine. Oh. En dan is het Janken. Nog één keertje. Nog één keertje. Nog één keertje, Max. Nog één keertje, Max. Dat zou mooi zijn. Dan gaan we maximaal genieten.